Het lichaam heeft een slimme wijze om voedingsstoffen uit eten en drinken te halen. De spijsvertering. De spijsverteringsenzymen die aanwezig zijn in de dunne darm spelen hierbij een belangrijke rol. Ze zorgen ervoor dat voeding in kleine deeltjes wordt gesplitst, waardoor ze in de bloedbaan worden opgenomen. Een voorbeeld is het spijsverteringsenzym alpha-galactosidase. Dit spijsverteringsenzym ondersteunt bij de afbraak van complexe koolhydraten uit bijvoorbeeld groenten, pulvruchten en granen. Een tekort aan spijsverteringsenzymen kan meerdere oorzaken hebben: een probleem met het aanmaken van enzymen, een darmoperatie, ouderdom of erfelijkheid, maar de oorzaak kan ook onbekend zijn. Intolerant? Enjoy food.